Hoi allemaal, we zijn er weer op een andere camping, camping Pasveer in Sneek. Hele leuke camping, ruime plekken, mooi aan het water, leuk haventje erbij. Ik zal het jullie zo even wel allemaal laten zien. Ja, het weer zit alleen deze week niet helemaal mee. Wel een paar keer een beetje zon gehad, maar af en toe lijkt het wel herfst. Lange broeken, vesten aan, maar ja goed, we maken er maar het beste van. Loop maar eens even mee, zal ik je eens laten zien wat hier allemaal te beleven valt. Ja, de elektrische stoep is te huren via Greenjoy en ook via de camping. En op het moment dat je het via de camping doet, krijg je... Ik meen 20 of 30 euro korting. 20 dacht ik. Wat je wel in de gaten moet houden is een elektrische sloep. Dus weinig vermogen. Je moet echt het weer hebben zoals nu. Weinig wind, geen golfjes, dan is het allemaal prima te doen. Anders is het vermogen redelijk aan de zwakke kant. En wat je in de gaten moet houden is als je op het laatste moment annuleert omdat het weer toevallig te slecht is. Ja, als je dat binnen 48 uur doet, dan ben je je kosten kwijt. Dus kun je wel weer een nieuwe dag kiezen, maar kost je weer 120 euro. Nou, leuk haventje bij de camping. Neem je je bootje mee, dan kun je hier een plaats reserveren. En als je aan het water staat, dat zie je daar aan deze kant, dan kun je de boot voor de deur leggen. Je stapt erin en je bent weg. Nou, de Jess en Ger ontbijtservice. Wel een grappig iets, want Serjan en Jesse, 16-jarige scholieren, die verzorgen je ontbijtje hier op de camping. Dus je vult een bonnetje in, stopt het in de container en 's morgens worden de vers gebakken croissantjes en broodjes bij je afgeleverd. Heel leuk. Nou, net de douches. Kijk, netjes met de thermostraatkraan. En ik kan je verzekeren dat hier kokend heet water uitkomt. En op het maximum kun je hem niet zetten, want dan word je gecremeerd. Nou, allemaal netjes geregeld. Ja, ziet er prima uit. Nou, plaats om af te wassen, aan de andere kant nog eentje. Hier hebben we een zestal trekkershutjes. Ja, voorzien van stoelen, picknickbank, wat bedden binnenin, ik geloof een stuk of 4-5. Ja, stelt niet al te veel voor, maar voor een overnachting is dat helemaal prima. En je zult vaak zien dat de jeugd daar gretig gebruik van maakt. Ja, het ziet er nu allemaal wel een beetje somber uit. Veel regen gehad, kun je hier zien. Ja, dan zie je dat de meeste campings toch wel problemen hebben met zoveel water. En dat je vaak op gras staat. Het wordt modderig. Kijk hier maar eens. Ja, en dan moet je maar erop zien te komen. De volgende camping waar we naartoe gaan, die heeft al aangegeven dat als het te nat is, dan word je automatisch verplaatst naar een camperplaats. En dan sta je niet op de camping, dan sta je op een betonnen een verharding in ieder geval, allemaal in een rijtje. Nou ja, we zullen wel zien. Hoop van niet, maar ik heb het allemaal niet voor te zeggen. Voor de rest zijn ze hier wel heel erg gastvrij op de camping hoor. Als je aankomt, meteen een praatje maken, ze helpen je. Zit er een takje bij een boom in de weg, dan word je heel eventjes gesnoeid. Je hoeft maar iets te vragen en het wordt voor je geregeld. Dus wat dat betreft... Ah, wel leuk. Mooie plaats aan het water. Dus daar is wel leuk. Hè? Dan sta je hier bij een beetje goed weer. Lekker naar de bootjes te kijken. Nou, je kunt wat vissen. Kijk, dit is onze plek. Aan het water. Nou, zoals jullie daar kunnen zien zijn wij ook met de boot weg geweest, de sloep. Hadden wel wat slecht weer. En toen we terugkwamen, toen bleek... ongeveer de volledige luifel aan diggelen te liggen.
Terwijl we tegen iedereen zeggen van draai hem in op het moment dat je weggaat. Kijk, spanbanden en zo hadden we allemaal genoeg. Maar dat was toch niet genoeg om het tegen te houden. We gingen met redelijk weer weg, kwamen met storm ongeveer terug. Nou, het een en ander afgebroken, een en ander beschadigd. Lamp achterlicht kapot van de camper door de stang die er tegenaan gevallen is. En ja, dit is toch wel heel erg ziek van te worden. Ik weet niet of je het kunt zien. Daar komt hij een beetje aan. Een leuk. Door de stang die daar tegenaan gekomen is. Ja, gelukkig allemaal verzekeringswerk. Maar ja, dan heb je toch weer even een dag nodig om daar weer even van bij te komen. Maar ja, als de zon weer gaat schijnen, dan komt het allemaal goed. Ja, dat is natuurlijk ook een beetje het nadeel van het slechte weer, want anders dan, dan steek het hier van de bootjes. Dan komen er echt gewoon continu bootjes voorbij. Ja, nu wat minder. Jammer. Nou, we hebben vandaag een sloep gehuurd, een elektrische, dus hij ligt hier klaar. Nou, dadelijk alle spullen erin. Koen en Saris zijn er ook, dus we gaan een dagje varen door Friesland. Sneek en die kant op, dus ja, we zijn benieuwd. Ja, het weer zit niet mee, ik denk dat we de slechtste dag gekozen hebben van de week. Maar ja, je kunt niet alles hebben. Als het maar een beetje droog blijft en dan proberen we tussen de buien door wel ergens te schuilen onder een brug of weet ik veel wat. We zien het vanzelf. Ja, weersvoorspellingen zijn dat toch wel een aantal keren een flinke bui komt. Nou, net heeft het ook weer geregend. Dus dadelijk heel even de boot schoonmaken of droog maken in ieder geval. Spullen erin en dan gaan we gewoon jassen aan. Regenjassen. Ja, we zien het wel. Het zal best goed komen. Welkom in het Scheepvaartmuseum in Sneek. Een hele geschiedenis te zien over de LST-tocht, de walvisvaart. Kijk maar eens even mee.
Ik hoop dat jullie een leuke indruk gekregen hebben van de camping. Camping Pasveer in Sneek. En morgen vertrekken we naar Enkhuizen. En dan gaan we eens kijken wat daar te beleven is. Leuk dat jullie gekeken hebben. En nog even wachten, dan komt de volgende. Abonneer je als je het leuk vindt, duimpje omhoog. Heb je vragen, stel ze gerust. Ik krijg regelmatig een vraagje binnen. Dat is altijd leuk. Veel plezier, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.